passeerde over het Binnenhof en fietste met zijn roze cape door de stad. De man met de opmerkelijke outfit is Hans Weber. Met zijn actie vraagt hij aandacht voor de strijd tegen borstkanker en de start van de Pink Ribbon Tour aankomende vrijdag in Kuipduin. Dit is Hans Weber, voormalig stuntman en ultrasporter, maar nu vooral het roze mannetje. Om te laten zien hoe belangrijk bewegen is in de strijd tegen borstkanker, rent, zwemt, fietst en skielert hij op dit moment door Nederland. Ja, het is in mijn naaste omgeving is het ook overkomen. En het is gewoon zo dat als een vrouw dit treft, dan is het echt, het heeft een impact, dat wil je niet weten. En ik heb dat zien lijden en dat heeft me heel erg getriggerd en het heeft me heel erg met mijn neus weer op de feiten gedrukt. Vanochtend is Hans in Den Haag begonnen en de komende dagen is hij ook te zien in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. De directrice van Pink Ribbon is erg blij met Hans' initiatief om de strijd tegen borstkanker te steunen. Ja, ik vind het een geweldige actie natuurlijk. Kijk, oktober is borstkankermaand. Daar vragen wij als stichting Pink Ribbon extra aandacht voor borstkanker. En Hans helpt ons enorm om aandacht te krijgen. Op zijn tocht door Nederland plaatst Hans ook spaarpotten bij grote bedrijven en scholen. Die worden vrijdag op de start weer opgehaald. Hey chef. Hans is morgen nog te zien in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. U moet dus niet vreemd opkijken als u een raar roze mannetje tegenkomt. Ja, meisje, mag je wat schapen? Weet jij misschien waar de weg naar Rotterdam is? Moet ik die kant op of moet ik die kant op? Weet jij het? Nee, nog goed, dat is niks aan de hand. Tijd voor show dus nu. Hier zijn Evert en...